Vechelaar Ronald van Venrooy kwam zondag 6 juni te voet naar het Spectrum in Schijndel, waar de radiostudio van Omroep Meijerij is gevestigd. In de 55PLUS show vertelde hij voor hem belangrijk nieuws. Ik ga volgend jaar, eind april, de exacte datum is nog niet zeker bekend, maar het was in ieder geval op een zaterdag dat ik vertrek voor 12 provincietocht. Een sponsortocht te voet langs alle 12 provinciesteden van ons land. Wat is de achterliggende gedachte? Nou, de achterliggende gedachte is het feit dat ik al een tante heb verloren aan kanker. Maar niet alleen zij, maar ook andere mensen in mijn omgeving die kanker hebben. En sommigen zijn overleden en er zijn ook mensen die natuurlijk weer genezen zijn. Maar ik wilde altijd al iets doen voor het kankerfonds. En daarom heb ik deze keer gekozen voor de Maarten van der Weijden Foundation. Omdat die de opbrengst voor 100% en de donaties voor 100% naar kankeronderzoek en kankerprojecten gaan. De startstreep van de 1355 kilometer die Ronald volgend jaar te wachten staan, ligt in Den Bosch. Ik wil starten bij het op de markt en finishen bij het provinciehuis van Brabant. Heb je de commissaris van de Koning, Ina Adema, ook een relatie met Vechel natuurlijk? Ja. Heb je die alleen gezegd van Ina, ik kom eraan? Nee, nog niet, maar daar wordt nu aan gewerkt. Want de Maarten van der Weijden Foundation die zorgt dus ook voor, die probeert de contacten te leggen met de diverse provinciehuizen van Nederland, zodat ze weten dat ik eraan kom. Ronald wil zijn tocht in 50 dagen volbrengen, inclusief 5 rustdagen. Gelukkig krijgt hij van zijn werkgever alle medewerking. Ik heb gelukkig een hele goede baas. Die gaat nog in overleg met mij. In ieder geval, ze hebben me toegezegd dat ik die tocht mag doen. En dan gaan ze in overleg met mij over de verlof en vrije dagen. Dus ik zal natuurlijk wel vakantiedagen in moeten leveren. Maar er wordt goed meegedacht. Hoeveel geld moet zijn sponsortocht opleveren? 10.000 euro wil ik minimaal ophalen. 10.000 euro, dat had ik in mijn hoofd. Dus ik denk, ik ga voor 10.000 euro. Is het meer? Is altijd mooi meegenomen. En via Omroep Meijerij houdt de Vechelse wandelaar zijn volgers op de hoogte.